en ik verspreid het zo. Nou zie je dat verschijnen op het scherm. Zo zie ik eruit. Ik heb vaak een pet op. Ik heb een grote neus. Zo. Ik heb lang haar. Hatsa. En ik ben vaak heel vrolijk. En over een half uur gaan we beginnen met de presentatie. Dus dan moeten jullie allemaal je verhaaltje klaar hebben en geoefend hebben. Die zebra dan, moet die er wel staan? Ja, nee, die moet ook weg. Ja, die mag wel blijven staan, denk ik. En dan later vegen we die weg. Ja. Sarah en Selena ging zwemmen. Opeens kwam er een haai eraan. En een haai. En daarna ging Sarah en Selena snel wegrennen. Zwemmen, zeg maar. Ja, als je die witte balletjes wil maken, je kan natuurlijk ook in één keer zo. Ja, of inderdaad zo, dan heb je in één keer een wit balletje. Je hoeft hem ook niet nog in te kleuren. Er kwam een vloedgolf die de boot tot zinken bracht. Nou, jullie waren heel veel aan het vertellen, waardoor dit nog interessanter werd om naar de tekeningen te kijken. Dus dat hebben jullie echt super goed gedaan. Er was eens een dino. Het jongetje zat in een huis. Maar die dino was zo boos, hij blaaste al gelijk het huis omver. Oh, dus het huis is nu omgevallen? Ja. Ja. En de dino kon niet zwemmen.